Jongeren zullen niet meer betrokken worden bij het jeugdbeleid, zegt minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Gisteren zei de bewindsman aan journalisten dat jeugdraadsleden de taak toebedeeld hebben gekregen om jongeren in resorten te consulteren. De jeugdraad Suriname heeft in principe de taak het participeren, meedoen aan het nemen van beslissingen, issues de jeugd betreffende. En in dit kader, om ze wat meer dichterbij te brengen bij de samenleving, hebben we gemeen om dit keer de jeugdraadleden resorten toe te wijzen, waarin ze actief zullen moeten zijn en zeker eenmaal twee keer per jaar toch wel consultaties moeten houden met jongeren uit die resorten, zodat de issues die leven in die resorten onder de jongeren toch wel naar boven komen, zodat we dan in jeugdraadverband erover kunnen praten, discussiëren en kijken wat mogelijke oplossingen kunnen zijn, welke dan vervolgens zullen worden besproken met AWJ. De minister geeft aan dat de jeugdraadsleden al alle ruimte hebben om zelfstandig te opereren. De Raad Jeugdparticipatie, die een beetje teruggevallen is, moet dat helpen opkrikken. Als ze vinden dat er issues zijn die geëntameerd moeten worden, dan hebben ze die ruimte om dat te doen. Als ze frequenter willen vergaderen met de jongeren in hun resorten, hebben ze de mogelijkheid om dat te doen. En zoals ook aangegeven bij de installatie, er gaat ook een soort fonds zijn waaruit ze kunnen putten om kleine projecten uit te voeren in de resorten die ze toegewezen zullen krijgen. Jongerenparticipatie heeft zeker 2 jaren stilgelegen vanwege de COVID-pandemie. McAndrew zegt dat er een proces zal zijn van wederopstart van de jeugdparticipatie. Met een actieve jeugdraad zal de betrokkenheid van jongeren weer toenemen.